hi. We gaan eens kijken wat de gevoelens zijn van een persoon die in energie zit. Let wel, het zal niet met iedereen resoneren. Laat het dan ook los. Bedankt iedereen voor het volgen. Eens kijken. Ja, deze gevoelens eten me op. Want die had ik laatst ook. Toen moest ik zo lachen. Want toen had ik een kaart met de skeletten. En dat, ja, de doodkaart was dat. Maar goed. In ieder geval, ja. De passie is te veel voor die persoon. Ja, de persoon zegt eigenlijk, behandel mij alsjeblieft niet zo, want dat verdien ik niet. Oké, what's wrong? Eenzijdig in ieder geval, gedeeltelijk in ieder geval. Ja, en de persoon verlangt wel naar je kunst. Ja, dus het kan echt een persoon zijn die inderdaad veel waar je passie mee hebt, maar ja, drama. Ook drama meekent. Dus de persoon wil misschien geen drama, maar als jullie bouw kan zijn dat er toch een soort van drama ontstaat. En de persoon kan eigenlijk ook niet stoppen met denken aan je. Ja, heel tegenstrijdig, want de persoon vindt je echt aantrekkelijk. Die wil ook echt wel passie met je. Maar ja, ik heb wel het gevoel dat die persoon eigenlijk niet goed weet hoe de persoon ermee om moet gaan. En ja, dat het meer op ja, seksueel gebied is. Ja, ik moet natuurlijk eerlijk zijn, kan er natuurlijk een heel mooi verhaal van maken. Maar het is wel een beetje wat ik op dit moment zie. Wat is er nog meer aan de hand? Ja, sabotage broken. Oké, dus de persoon voelt zich eigenlijk verloren. Kan ook jouw energie zijn. Maar in ieder geval, ja, deze persoon, ja, verprutst het eigenlijk in zijn of haar leven. Oké, de persoon. Wat ik hier echt wel bij voel is dat de persoon in zijn leven al gekwetst is geweest. En daardoor zich zijn of haar hart ook echt op slot heeft. En passie vindt de persoon leuk, maar ga je over gevoel praten, dan ploep. Dan is de persoon weer verdwenen. Terwijl de persoon je wel mist en dat vindt de persoon waarschijnlijk ook niet heel prettig. Want ja, ja, eens kijken. Oh, dat is van een ander dek. Nee, maakt niet uit. Even kijken. Ja, de persoon kan geen keuzes maken. Kijk dan hoe donkere kaarten dit allemaal zijn. Dus de persoon is in de zijde. Dus is tegenstrijdig met keuzes. De ene keer wil die persoon het wel, de andere keer weer niet. Maar de persoon voelt zich eigenlijk altijd wel geconnect met jou. Dat wel, 3-3 zag ik. En de persoon probeert uiteindelijk wel deze connectie eigenlijk weer te helen. Oké. Maar ja, dan zou de persoon natuurlijk wel moeten praten. Commitment. I want to be a part of your future. Waarschijnlijk wil de persoon het wel. En ja, zie, de persoon voelt het ook als een gemiste kans. Dus de persoon is nu eigenlijk pas aan het nadenken van wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat? Waarom? Kan ik niet praten over mijn gevoel? En dat snap ik deels wel. Maar ja, dat moet niet altijd een excuus zijn, vind ik ook. Want als jij de persoon wilt helpen, wat je eigenlijk niet lukt. Want ja, de persoon zou zichzelf mogen helpen. Moet niet, mag. Maar ja, dan krijg je wel een situatie waarin de persoon eigenlijk wegrent. En daardoor eigenlijk. En dat is op zich niet erg, want daardoor kan de persoon wel nadenken. En dat gebeurt, dat is wat ik eigenlijk voel hiermee. Dus de persoon is ook echt aan het nadenken. Ik ga nog wel eventjes ook kijken van hoe de persoon jou ziet op dit moment. Of de connectie in ieder geval. Oeps, ja, passie, zie. De 9 van cups, kijk dan. Hoe de persoon het ziet, de persoon zit misschien nog wel in een lastige periode. Het kan zijn dat de persoon gaat reizen of dat er iets is met een afstand. Maar in ieder geval, hoe de persoon jou ziet of voelt, is wel echt als wish fulfillment. Kijk dan, deze 2 kaarten. Veel passie. Maar de persoon, wat ik voel, is een beetje
emotioneel onvolwassen. Dat is wel wat ik zie. En is echt een overdenker. Maar wat ik wel zie, de persoon ziet jou echt wel als een 9 van cups. Wat gaat de persoon nou doen voor actie? Ja. Op dit moment zit de persoon nog vast. Ik moet natuurlijk eerlijk zijn. Dus het kan zijn dat je op dit moment gewoon nog niks hoort. Ja, echt vast. De persoon zit muurvast. Kijk dan, wat zielig. Ja, ik vind het... Ja, het klinkt misschien gek dat ik dat zeg, maar ja, kijk. De persoon zit vast, zit in zichzelf, treurt over het verleden, verspeelde cups, jeugdtrauma's, alles. Dus op dit moment is de persoon echt nog bezig met zichzelf. Gun de persoon al die tijd. Wat ik je mee kan geven. Ja, heling. Define timing. Dus wees geduldig, kan ik je meegeven. Want dit wordt ook beschermd. Dus deze connectie is ook beschermd. Alleen, ja, soms loopt iedereen op een verschillend pad. Hè? Ben jij misschien al wat verder? Ja, de hermiet. Dus het is voor jou ook nog belangrijk om bepaalde heling aan te gaan. Is wat ik zie. Ja, een liefde. Dus blijf die persoon ook in je hart houden. En stuur die persoon ook liefde. Dat is ook heel belangrijk. Want de persoon zit echt vast. De persoon is bang voor verlies. Is bang om gekwetst te worden. De persoon is ook gekwetst, sowieso. Maar je ziet het. Die persoon maalt en maalt en maalt. En jij hebt waarschijnlijk die 2 cups gegeven. Maar die persoon is dat gewoon niet gewend. En is al in zijn jeugd of haar jeugd al gekwetst geweest. En is er eigenlijk nooit overheen gekomen. En kampt nu dus eigenlijk met... trauma-issues, waardoor de persoon eigenlijk zich verstopt. Maar ook jij hebt nog heling nodig, is wat ik zie. Dus je mag ook zelf meer liefde geven. Want deze connectie mag meer in balans komen, is wat ik zie. Want als jij gaat trekken en meer geeft, dan gaat de persoon eigenlijk vluchten. En betekent dat het niet in balans is. Dus dan zou altijd jij meer geven. En dat is niet een gezonde connectie. Dat is eerlijk. Dus het is belangrijk om zelf ook onderzoek te doen. Om misschien naar binnen te keren. Om liefde te sturen. En gewoon te vertrouwen dat alles goed komt. Dat kan ik je op dit moment meegeven. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, er komt contact. De persoon wil dat ook echt wel fixen. Dat wel. En de persoon voelt zich ook altijd geconnect met jou. Maar soms lopen dingen in het leven gewoon niet zoals je misschien hebt gewild. En dan kan je trekken en dan kan je trekken aan een persoon. Of dan kan je zoiets heel graag willen. Maar dan ben je eigenlijk aan het manifesteren vanuit je ego. En als je onvoorwaardelijke liefde voor deze persoon hebt, is liefde eigenlijk ook loslaten. En op dit moment heeft die persoon dat ook nodig om eigenlijk zichzelf te herdekken. En jij waarschijnlijk ook nog. Dus dat kan ik je meegeven. Ik kan nog wel eventjes kijken wat ik van dit dek mag ontvangen. De persoon wacht ook eigenlijk op een seintje van jou. Dus het kan heel goed zijn dat er geen contact is. Maar ja, moet jij dan altijd degene zijn, denk ik dan weer. Maar het kan ook een seintje zijn, misschien in je droom. Of gewoon met een ster of lucht. Of het regent nu in ieder geval. Maar gewoon bij nacht of zo. Of gewoon in de avond of via muziek. Ja, je was het beste in mijn leven. En ik blijf ook... eigenlijk wakker s'nachts. Of ja, blijf wakker om dus aan jou te denken. Ja, dus. En waarschijnlijk doe jij dat ook. Dus dat is vaak zo. En ik wil jou wel. Ik wil jou wel. Dus dan wil je ook echt wel. Maar ja, is op dit moment gewoon niet bereikbaar. En ja, dat komt ook omdat je dichterbij dan ooit iemand heeft gedaan. Oké, daar graag wat zijn er weer. Ja, en de persoon heeft echt wat spijt. En zou ik willen dat de persoon eigenlijk... zijn of haar woorden terug kon nemen. Ja, en wat ik zei over muziek, kijk dan. Ja, de persoon heeft spijt. Waarschijnlijk is de persoon ook niet helemaal eerlijk geweest over zijn of haar gevoel. En heeft jou een beetje in een soort van... ja, ik vind je wel leuk. Of misschien niet heeft gezegd, maar wel de intentie heeft gegeven. Dat de persoon eigenlijk wel iets wilde, maar daarna zich weer terugtrok. Maar ja, hier staat nog, je spreekt met muziek tegen me. Dus wat ik al zei, muziek luisteren of zo. Bepaalde nummers die... jullie aan elkaar herinneren, dat helpt ook. Want misschien dat die persoon dat ook gaat doen. Of in ieder geval op zijn pad krijgt. Dus ja, dit is wat ik voor je heb, lieve mensen. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!